Leuk dat je kijkt naar een nieuwe video en ik ben weer met Jessie vandaag. Want zoals je waarschijnlijk wel aan de titel hebt gezien, gaan we vandaag tips geven om wedstrijdstress tegen te gaan of zo. Hoe je dat ook zegt. En Jessie heeft veel meer wedstrijden dan ik. En Jessie had eigenlijk dit ook bedacht. Dus vandaar dat ik met Jessie zit bij deze video. Het leek me ook wel leuk om nog een keer met haar een video op te nemen. Ja, wil jij nou weten wat de tips zijn? Blijf dan zeker verder kijken en doe alvast dat blauwe duimpje omhoog. En laten we dan maar snel gaan beginnen. Het verschil tussen gezonde zenuwen en echte, ja, hele erge zenuwen. En gezonde zenuwen of spanning is gewoon goed. Want ze zeggen dat je daardoor ook beter gaat presteren op je wedstrijd. Dus zorg sowieso dat je gezonde zenuwen hebt. Maar te erge zenuwen is natuurlijk niet goed. Want stel jij ligt hele nachten van tevoren wakker omdat jij dat weekend een wedstrijd hebt. Dat moet je dus voorkomen en daar gaan we je nou bij helpen. Oké, start. Ja, wacht, mijn vetrol. Nee, Jessie, dadelijk kan ik niet eens. Yes, sorry! Go. Wat is er in een bloemers? Ja. Ik ga het echt bloemers doen. Jongens, Chris zit daar. Gaat ze zwaaien? Dan kan ik dit niet meer. Oké. Okay. Zen. Wat loopt dat nou? Oh, dat is een auto. Een auto. Oké. Okay. Start. En actie. We zijn echt de hele dag niet serieus bezig. Hè? Nee, echt serieus. We zijn misschien echt al een kwartier aan het filmen. En kom nog maar weer niet voor oorlog. Kijk, dat zit er al. Oké, doe pijltjes kijken op de fiets. Ik ben joker. Wacht. Eerst kom jij maar even bij. Auw. Ik heb je kracht. Okay. Nee, yes. Nee. Hoppa. Dadelijk. Komt het door die vetrol, wat is mijn hokje doen zo. Oké, okay, go. Nou, tip 1 is om van tevoren, ongeveer een week van tevoren is meestal het beste, een lijst te maken met wat je allemaal mee moet nemen voor jezelf, voor je pony. En ook eventueel wat je moet invetten, want dat is echt ontzettend handig, want dan heb je die stress ook gelijk niet meer. Ja, en daar is een speciale app voor, of in ieder geval, er is een app voor om lijstjes te maken. En ja, die gebruikt Jessie altijd voor de wedstrijden. Ik zal even laten zien. Hij staat hier in het midden en hij heet Wanderlist. Ik kan geen Engels. Maar als je hem opent, kan je dus hier allemaal je eigen lijstjes aanmaken. En zo heeft Jessie de een voor wedstrijd pony, wedstrijd zelf, wedstrijd extra en wedstrijd schoonmaken. En nog andere lijsten. Maar ja, ik zal even... Jessie, er staat niks in. Jawel. Oké, okay. Nou, bijvoorbeeld bij de lijst wedstrijd zelf. En er staat hier een donut, handschoenen, een witte rijbroek, een wit shirt en een rijjasje. En een broek plus shirt. Staat er twee keer. Geen idee waarom. Oh, er staat voor de overheen. Dus ja, en dan kan je hier zo afvinken. En dan weet je dus precies wat je al hebt gedaan en wat nog niet. Dus dat is een super handige tip. Dan de volgende tip en die lijkt een beetje op de vorige tip. En dat is een planning maken met precies de tijden. Dus hoe laat je gaat opstaan, wanneer je naar stal gaat, wanneer je gaat poetsen, wanneer je weg moet, wanneer je wedstrijd is, wanneer je moet instappen en dat soort dingen. Dat gaf mij toen ik een keer een wedstrijd train, ik doe niet heel vaak wedstrijden. Dat gaf mij wel heel erg rust in mijn hoofd. En probeer zoveel mogelijk de dag van tevoren te doen, zodat je niet als je om 9 uur wedstrijd hebt al om 7 uur of 6 uur of 5 uur op stal moet zijn. Zoals deze dame altijd doet. En die doet eigenlijk de dag van tevoren ook altijd alles. Ik weet niet waarom ben je altijd zo vroeg op stal als je wedstrijd. Ja, je moet toch knotten, hè? Ja, maar daar heeft Jessie daar nog een handige tip over. Please, maak deze video af. Daarna mag je zoveel over je vetrol praten als je wil. Ik praat... Ik wil de vetrol en een eigen Instagram-account. Jongens, willen jullie dat Jessie's vetrol een eigen Instagram-account heeft? Laat het dan hier beneden in de comments achter en dan ga ik dat fixen. Nee. Tip 3 is ademhalingsoefeningen doen. Als je dat opzoekt op internet, dan kom je er echt ontzettend veel tegen. En dan kun je zelf kijken welke er bij jou past, zeg maar. En die kan je bijvoorbeeld doen op je pony net voor de wedstrijd. Of een dag voor de wedstrijd. Gewoon net wanneer je echt heel gestrest bent. En dat je denkt, het gaat echt even niet meer. Ja, precies. En ja. Dan helpt dat ook wel. Ja.
Geweld. Dan tip nummer 4. En dit is, ja, voor sommige mensen zal het helpen, voor sommigen niet. Maar mij hielp het op zich wel. Gewoon denken dat je gewoon lekker je rondje gaat rijden. En dat het eigenlijk gewoon een hele goede training gaat worden. In plaats van dat er heel veel druk achter zit. En denk dat je een wedstrijd hebt. En dat je foutloos moet rijden als je gaat springen dan. En heel een winstpunt moet rijden met dressuur gewoon. Lekker jezelf ontspannen, je eigen rondje rijden. En meestal gaat het dan beter dan dat je helemaal gestrest op je pony zit en alles goed wil doen. Dus ja, dat kan ook nog wel een handige tip zijn. Nou, dan tip 5. En dat is echt ontzettend handig voor als je moet knotten voor een wedstrijd. Want op een gegeven moment is dat niet meer nodig, maar in de B wel. En met dressuur ook. En dat is dit. En dat is quick knot. En als je dan gewoon een vlechtje maakt, dan moet je het gewoon oprollen. Net zoals normaal als je dan een elastiekje omheen zou doen. Maar dan steek je zo'n pinnetje erin en dan draai je het weer zo om. Maar zeg maar, dit is even een handige tip. Maar willen jullie hier een keer een video over hoe dit moet? Voor als je zelf vaak op wedstrijd gaat en je altijd struggles hebt met je knotjes. Laat dan hier beneden in de comments achter. Want dan kunnen we dat wel een keer gaan opnemen met Geentje en Jessie erbij. Want ik weet zelf ook niet hoe het moet. Ik heb het een keer geprobeerd, maar het komt echt niet. Dus ja, en waar kan je het kopen? Je kan het kopen bij de Applejack, maar ik heb het van Trinus Ruiterhuis. Dus En je bespaart ook heel veel tijd mee. Ja, want dat is echt. Je kan ze er toch ook heel makkelijk uithalen en erin. Ja, dat is echt. Echt een gouden tip, jongens. Dus als jullie hier een keer een video over willen, laat zeker hier beneden achter. Of in de pool. Ja, ik kan ook even. Daar. Wacht. En dan de allerlaatste tip alweer. En dit is echt het belangrijkste. Want het allerbelangrijkste is, als je op wedstrijd bent met je pony of paard, geniet van het mooie moment en een mooie herinnering die je gaat maken met je pony of paard als je op wedstrijd gaat. Want ja, je wilt niet dat het verpest wordt omdat je zo gestrest bent en helemaal niet ervan kan genieten. Dus het allerbelangrijkste is, ga gewoon lekker genieten met je pony of je paard en maak er een hele leuke dag van. Nou, dit was dan de video. Hopelijk vond je hem leuk. Doe eens even dat blauwe duimpje omhoog. En als het goed is hebben jullie ook super veel bloopers gezien. Want met het kind kan ik echt geen video opnemen. Uitbeelden. Oh, dat is cool. Ja. Nou, dit was dan de video. Hopelijk zien jullie de volgende keer. Hopelijk zie ik jullie de volgende keer. Okay. Maar vond je dit... vond je dit een leuk... Ja, jij had er gewoon niet over moeten beginnen. Vond je dit ook een vet rol weer? Ja, echt hè? Oké. Ik ga deze video afsluiten. Oké. Nou, gaan we afsluiten. Yeah. En dan zou ik ze zo inspringen. Ja, Jessie, doe. Vond je nou een leuk video? En dan doe dat dan met een duimpje op. Ja, oké. Dan schrikt iedereen zich de tering. Okay, ja, zeg maar. Vond je nou een leuk video? En dan zo baaah! Oké, 3. Wacht, de ventrol is aanwezig. Nou, vond je dit een leuke video? Doe dan zeker dat het blauwe duimpje. We gaan het samen niet te abonneren. Hieronder. En dan hoop ik jullie snel weer bij de volgende video te zien. Ja. Doei!